Hey, welkom. Welkom bij de oefeningen voor de knieën vandaag, speciaal gericht. Daarin is ook belangrijk dat je goed waarneemt wat de rest van het lichaam doet. Pijntjes die zijn er om op te reageren, dus dan ga je eigenlijk of iets minder hoog of iets minder diep. Elk lichaam heeft zo zijn eigen bouw, zoals ze aan de buitenkant er anders uitzien. Zo zien we er aan de binnenkant ook anders uit. Dus probeer erop te reageren. Heb je twijfels over een oefening, dan kun je altijd even contact opnemen en anders vraag je het aan een specialist. We beginnen met de uitvalspas. Ik loop iets naar achter, ik hoop dat jullie het goed zien. Uiteindelijk is het dat je een grote pas maakt met het been goed naar voren. De knie en de voet die blijven in één lijn. Achterste been strek je uit en dan kom je van hieruit door. Een doorlopende uitvalspas. Probeer die stabiliteit in de core vast te houden, dat je eigenlijk voor je gevoel hoog op je heupen blijft. Dan deze kan je een aantal keren herhalen. Je zou ook het filmpje gewoon nog kunnen herhalen. In principe kan je deze oefeningen tot in een treuren doen, omdat het toch de basis versterkt. De voeten, de enkels, de knieën, je bekken en je billen en je core. Dus, maar blijf gewoon bewust voelen. De volgende oefening ga je met een kniehef lopen. Lijkt simpel, toch een stukje balans. Stap neer. Op, stap neer. Probeer heel bewust de voeten niet over elkaar heen te zetten dat je een mannequinloop krijgt, maar naast. Dus als je een lijn zou hebben, laat de voeten aan de ene kant van de lijn en de andere voet aan de andere kant van de lijn als je hem neerzet. Je aan de kruin en je maakt je volledig lang. De volgende oefening wordt een squat. En dan is het belangrijk dat je eigenlijk iets zoekt, dat je hakken iets hoger staan. Hier heb ik de helling van het pad. Maar mocht je dat niet hebben, kan je eventueel thuis een handdoek opvouwen en die onder de hakken zetten. Of een dikke mat. Of in het bos kan je een tak pakken. Belangrijk is als je in een squat gaat zitten, dat je je wervelkolom lang houdt. Je mag best een klein beetje met je hoofd naar achter hellen. Maar de buik, die span je aan. Dus 3 centimeter onder de navel trek je in naar binnen. Je diepliggende buikspier. En dan ga je van hieruit zitten. En als je dan zit, is het gewicht op je hakken. En dan voel je dat je eigenlijk nu, doe ik niet zoveel, ik moet wat meer rechtop. En dan voel ik van alles aangespannen. Doe je 10 keer. En bij de volgende heb je een boomstam nodig. Ik heb een flinke uitgekozen. Het leuke van een boomstam is, je hebt het dikke gedeelte en het dunne gedeelte. Dus kan je precies het niveau kiezen wat je denkt nodig te hebben. Je zorgt dat je stevig staat. En dan ga je met je voet op de stam staan. En van hieruit op. En terug. En stap aan. En op, bij, terug. Op.
loopt het andere been. Je kunt hij ook eventueel op een stoel pakken. Vaak is hij dan net iets te hoog. Als je nou iets hebt in de trant vanaf 30 centimeter, dan zit je gewoon goed. De laatste. Gaan we lopen op de tenen en dan afwisselend met lopen op de hakken. Dan de laatste oefening is, en die kan je gewoon doen op de grond. Dus dat je je ene heup, je bekken eigenlijk een beetje optrekt. Dus de voet komt van de grond af. 3, 4, 5. Ook de andere kant. 1. Dus een optrekkende kracht. 3, 4, 5. En dan wisselen jullie weer op. En wissel. Oké, heel goed gedaan. Nou, dan wens ik jullie allen een ontzettend... Heel goed gedaan. Dan wens ik jullie allen een ontzettend fijne dag. En deze oefening zou je toch echt wel een aantal keer kunnen doen om ter versterking van de knieën. Veel plezier en tot ziens. Dag!